In alle vroegte is in Vlaardingen de verhuizing van Ellen de Graaf begonnen. Ik heb een spierziekte en ik zit van de minima. En je hebt natuurlijk niet dat je zomaar even kan zeggen van... ik kijk eens eventjes op Marktplaats voor een paar klussers. Want dat kan ik niet betalen. Eigenlijk is de verhuisfamilie een samenwerking tussen Mondial Movers en vrijwilligersnetwerk Present. Het verhuisbedrijf doet het sjouwwerk, de vrijwilligers doen de dingen eromheen. Dus gewoon ook meedenken over de gordijnen of over de spullen die wel of niet weg moeten. Dat is juist dat stukje sociale contact wat heel veel van die mensen missen en wat ze soms ook weer houdt om te gaan verhuizen. Wij kregen echt signalen van mensen die zeiden nou laat ons hier maar zitten tot we doodgaan. Want we zien er zo tegenop. Het is dus niet alleen de verhuisdag zelf waar het om draait. Gisteren is er een vrijwilliger geweest om de lampen te helpen af te halen. Gewoon de laatste grote dingen, de hoge dingen, de lastige schroeven die vastzitten. Nou ja, gewoon puur al die kleine klusjes die je dan zelf niet kunt. Die doos besprijst, oh die is al weg. Ik kan zeggen, staat in de gang. Henny is een van de vrijwilligers van vandaag. Ze helpt met van alles en nog wat. Je helpt die mensen die het zelf niet meer zo aankunnen. En dan is het gewoon heel prachtig om te kunnen ondersteunen eigenlijk. Ja. Bij Ellen liep het allemaal niet van een leien dakje. Maar nu de dag eenmaal hier is... Ja. Ik ben echt, maar ik ben er toch een beetje van ondersteboven nog. De verhuisfamilie is nog klein, maar het is de bedoeling dat het netwerk steeds groter gaat worden. En dat er dus veel meer mensen zoals Ellen geholpen kunnen worden.